Wij willen serieus genomen worden. Wij willen dat de werkers serieus genomen worden en dat de overheid zich houdt aan conventies. Dit is de reactie van Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS. De onderhandelingen met de regering liepen dit weekend spaak. Er kwam geen oplossing in de kwestie over de herwaardering. Vanmorgen zijn de leden van de bonden opgeroepen om een spoedalgemene ledenvergadering bij te wonen. Inmiddels hebben de raadsadviseurs van de regering aangegeven dat ze vinden dat Valies geen overeenstemming wil bereiken. Zij zullen de regering adviseren om het loon in te houden van leerkrachten die actie gaan voeren. Valies zegt dat het probleem Eddie Josephson is die vasthoudt aan het punt dat de overheid alleen bepaalt omtrent het vaststellen van het loon van de leerkrachten. Deze meneer gaat totaal voorbij aan de slogans van dezezelfde regering. Meedenken, meepraten en meebeslissen. Maar op het moment dat we op het punt komen van meebeslissen, dan zegt de heer Josephson, wij bepalen en niet de vakbond. Dus dat is het probleem wat we op dit moment hebben. Dus wij zeggen, de overheid werkt of is in strijd met die wet, in strijd met conventies, die duidelijk aangeven dat beide partijen gezamenlijk moeten gaan werken aan het vaststellen van het loon. En wij hebben geen andere agenda dan op te komen voor de belangen van de werkers. Ik weet niet welke agenda hij heeft, maar wij hebben één agenda en dat is opkomen voor de belangen van de werkers. En zolang ik voorzitter ben van deze organisatie, zal ik me houden aan mijn verantwoordelijkheid. Zeker naar de gemeenschap en zeker naar de mensen die mij hebben aangewezen als voorzitter. In onze benadering zijn we consistent. Dat betekent, we veranderen niet van de ene op de andere dag. We geven duidelijke argumenten aan waarom we tot een bepaald standpunt zijn gekomen. En dat hebben we steeds gedemonstreerd. Valies geeft verder aan dat er zondag een technische meeting plaatsvond met Jozef. Duidelijke verschil in visie. Na de meeting heeft Valies op geen enkel moment een onderhoud gehad met Josephson, nog persoonlijk, nog telefonisch. Wat ik niet kan begrijpen, deze bijeenkomst heeft hij aangegrepen om aan te geven dat wij, nadat we een overleg met hem hebben gehad, dat we weer van standpunt zijn veranderd. En dat is pertinent, niet waar. Dat is een grote leugen. En we hebben hem een paar keer betrapt op leugens. Hij heeft niet zo lang geleden aangegeven dat hij een telefonisch gesprek met mij had. En dat ik allerlei dingen heeft hij aangehaald. Ik heb nooit die dag met die meneer gesproken. Dus we beginnen ook te twijfelen aan... ik weet niet wat er aan de hand is met meneer Josephson. Hij is al boven de 80. Dus het zou me niet verwonderen dat hij... Dat hij aan het dementeren is. Ik wil daar niet aan denken. Dus, maar we moeten daar niet aan voorbij gaan. Want we hebben op geen enkel moment hebben wij gezegd dat wij onze visie hebben verlaten. En dat we eens zijn met zijn visie. Zijn visie is niet het belang van de werkers. Helemaal niet. En zeker niet voor de toekomst. Wij willen een duurzame oplossing. Leerkrachten in regering. In januari lag het onderwijs al bijna 3 weken omdat het overeenstemming. Met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS, is er wel een akkoord bereikt.